Kom maar staan. En dan zeggen we de spreuk in het Nederlands. Ik leef als kind op aarde en sta op vaste grond. De grond van moeder aarde, ik zie overal in het rond. Hey, hey, junga, ho, ho, junga, hey, hey, jung, jung. Hey, hey, junga, ho, ho, junga, hey, hey, jung, jung. Boven mij de hemel blauw. En onder mij die diepte grauw, in mijn hart het hemels licht, die ik graag de aarde dicht. Het liefde licht der zon, verheldert mij de dag. De geestesmacht der ziel, geeft kracht aan hand en voet. In de lichtglans van de zon, vereer ik diep, o God, de mensenkracht die gij in mijner ziel vol goedheid heb geplant, opdat ik ijverig werken en gretig leren kan. Van u stamt licht en kracht, tot u stromen liefde en dank. Goed gedaan. De kinderen die op zondag en maandag geboren zijn, die mogen nu hun spreuk opzeggen of de spreuk van iemand anders kiezen. Gaan we even naar luisteren, zogenaamd dan. Mooi gedaan. Nou, vandaag is het maandag 20 april. Gisteren was het dus zondag 19 april. En eergisteren was het dus zaterdag 18 april. En morgen zal het dinsdag 21 april zijn. En overmorgen zal het woensdag 22 april zijn. Ja, heel goed. Nou, voordat we gaan voorlezen, ga ik eerst nog even met jullie als allerlaatste keer het liedje zingen van Katootje die naar de botermarkt ging. En Katootje liep rond en die mocht dus vanzelf van warme boter allemaal rare dingetjes maken. En er komt nog één iemand bij, dat is een oude heer. En dan doen we net alsof je een stok vast hebt en dat hij, oh, pijn in mijn rug, oh, ik ben zo oud. Zo, en dan heel voorzichtig, zei de oude heer. Heel voorzichtig, zei de oude heer. Ja, en ik heb ook nog... Ik heb ook nog een instrument in mijn kamer gevonden. Dat is de klok. Als je hem kan zien. Zo. Dat is die klok, ja. En dan geef ik hem een tikkie. Zo kan je dat zien, ja. En dan kan je hem horen. En hij gaat net lekker op het ritme. Kun je je eigen instrumentjes pakken. Het gaat wel een beetje snel. Ik hoop dat we het heel goed weten wat we moeten zeggen. Okay. En ik ben met Katootje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan. Ze kon maken wat ze wou. Ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou. En ze maakte van boter een dominee pardoes. In de kark, zei de dominee, in de kark, zei de dominee. Een dominee, een dominee, en mijn
mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En ze maakte van boter een wafelvrouw. Een wafelvrouw pardoes. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En ze maakte van boter een toverheks. Een toverheks pardoes. Ik zal je pakken, zei de toverheks. Ik zal je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En ze maakte van boter een kastelein. Een kastelein pardoes. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. Ik zal je pakken, zei de toverheks. Ik zal je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En ze maakte van boter een lichtmatroos. Een lichtmatroos pardoes. Mooie zeeën, zei de lichtmatroos. Mooie zeeën, zei de lichtmatroos. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. Ik zal je pakken, zei de toverheks. Ik zal je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, een dominee. Ja, klokje tikt. Zuster, die heet Kay. En mijn zuster, die heet Kay. En mijn zuster, die heet Kay. En ze maakte van boter een oude heer. Een oude heer pardoes. Heel voorzichtig, zei de oude heer. Heel voorzichtig, zei de oude heer. Mooie zeeën, zei de lichtmatroos. Mooie zeeën, zei de lichtmatroos. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. Ik zal je pakken, zei de toverheks. Ik zal je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. Kom maar binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster, die heet Kay. En mijn zuster, die heet Kay. En mijn zuster, die heet Kay. Zo, nou, als je alles mee kon doen, vind ik echt heel knap. Heel knap. Jeetje, wat een lied. Hè. Nou, dat was even leuk. Ik doe het klokje uit. Want straks ga ik nog voorlezen op het ritme van de klok. Zo. Nou, dit is meteen de laatste week voor de meivakantie. Ja, en we hopen dat we weer een paar leuke dingen kunnen doen in de meivakantie.
dat er misschien al cafeetjes open gaan of restaurants. Dat je misschien lekker naar een cafeetje kan gaan om lekker in het zonnetje zit. En dan bestel je een limonade of een iced tea of een chocolademelk. Ja. En dat we weer naar het zwembad kunnen. En misschien wel weer naar het strand. Ja, dat zou wel leuk zijn. Nou, we gaan er heel hard voor hopen. En in de tussentijd kan Pippi ons opvrolijken, denk ik. Oh ja, ze ging naar school, hè? Ja. Had ik dit al gelezen? Ja. Oké. Okay. Ja, de volgende dag was het zo warm en mooi weer dat alle schoolkinderen in de kleine stad het maar moeilijk vonden om stil op hun stoel te blijven zitten. Juffrouw deed alle ramen open en liet de zon naar binnen schijnen. Er stond een berkenboom vlak voor de school. En bovenin het topje daarvan zat een lijster zo vrolijk te zingen, dat Tommy en Annika en al hun klasgenoten alleen maar naar die vogel aan het luisteren waren. En niet nadachten om de tafel van 9. 9 keer 9 is 81. Plotseling sprong Tommy overeind van verbazing. Kijk eens, juf, riep hij, daar heb je Pippi. Alle kinderen keken naar buiten. En ja hoor, daar zat Pippi op een tak in de boom. Ze zat vlak voor het raam, want de tak die strekte zich uit tot bij het venster. Op die tak zat ze. Hallo, juf. Hallo, kinderen. Goedendag, Pippi, zei de juf maar. Pippi was eens een keer een hele dag op school geweest, dus de juf had haar heel goed onthouden. Pippi en de juf waren het erover eens geworden dat Pippi zou wachten met naar school gaan totdat ze wat ouder en verstandiger was geworden, ja. Wat wil je? Vroeg de juf, wat kom je doen? Ik wou je eigenlijk vragen een beetje... wat? Ik wou je eigenlijk vragen een beetje tafels van dinges uit het raam te gooien. Zoveel als ik maar nodig heb om mee te gaan met het schoolreisje. En als u een paar nieuwe letters hebt gevonden, gooit u die dan ook meteen maar naar buiten. Oké. Wil je niet liever binnenkomen? Vroeg de juf. Liever niet, zei Pippi eerlijk en ging eens lekker gemakkelijk op de tak zitten. Ja, ik word er alleen maar duizelig van. Mijn hoofd is zo vol van alles wat ik geleerd heb. Maar geloof je niet, juf, dat een beetje van al die geleerdheid naar buiten vliegt en aan mij blijft kleven? Zoveel dat ik mee kan met het schoolreisje. Tja, misschien kan dat wel, zei de juf. En toen draaide de juf zich om en ging ze verder met de rekenles. De kinderen vonden het wel leuk dat Pippi daar buiten in de boom zat. Ze hadden allemaal snoep en speelgoed van haar gekregen, die keer toen ze aan het boodschappen doen was. Pippi had natuurlijk ook nu meneer Nielsen bij zich en de kinderen vonden het grappig om te zien hoe hij in de boom van tak tot tak slingerde. Soms sprong hij ook het raam binnen, op de vensterbank. En opeens nam hij een geweldige sprong en kwam bovenop Tommy's hoofd terecht. Toen begon hij Tommy aan zijn haar te trekken. Ja, dat was leuk. Maar toen zei de juf tegen Pippi dat ze meneer Nielsen moest roepen. Want Tommy moest nu wel uitrekenen hoeveel 315 gedeeld door 7 is. Wauw, moet hij dat uit zijn hoofd doen? En dat kan je niet goed als er een aap op je hoofd zit. Nou, het wou niet erg lukken met die les die dag. De zon, de lijster in de boom, Pippi, meneer Nielsen, dat was echt te veel van het goede. Ik geloof dat jullie vandaag het voorjaar in je hoofd hebt, kinderen, zei de juffrouw. Eerlijk gezegd, juf, zei Pippi vanuit de boom.
is het vandaag niet een erg geschikte dag voor een rekenles. Het is meer weer voor een pretles. Zei de juf, een pretles? Misschien kun jij het beste die pretles geven, Pippi. Nee, ik ben niet zo goed in pretles geven, zei Pippi. En ging aan haar benen aan de tak hangen, zodat haar rode vlechtjes naar beneden hingen. Maar ik weet een school waar ze niks anders dan pretles hebben. De hele dag pretles, staat er op het bord. Zo, oké, zei de juf. Waar staat die school dan? In Australië, zei Pippi. Een dorpje in Australië, in het zuiden. Ze ging weer op haar tak zitten en haar ogen begonnen te tinkelen van pret. Zo keek ze. Hoe gaat dat dan, zo'n pretles? Vroeg de juf. Oh, dat is verschillend, zei Pippi. Meestal beginnen ze met een snoeksprong uit het raam. Dan gaan alle kinderen één keer heel hard gillen en rennen ze weer naar binnen. Dan klimmen ze over de tafels en stoelen zo snel ze maar kunnen. Oh, zei de juf. En wat doet de juf dan? Oh, die, zei Pippi, die klimt ook nog vlugger dan de kinderen. En dan mogen de kinderen een half uur vechten. En de juffrouw staat erbij en moedigt ze aan. En als het regent, trekken alle kinderen hun kleren uit en dan gaan ze in de regen dansen en springen. En de juffrouw speelt een mars op een orgel, zodat ze de maat kunnen houden met het dansen in de regen. En een paar gaan onder ze de dakgoot van hun huis staan, zodat ze een echte douche kunnen nemen. Oh, dat zijn geen gekke ideeën, zei de juf. Nee, lang niet, zei Pippi. En ze vertelde verder. Het is een hele goede school. Een van de allerbeste die ze in Australië hebben. Maar de school ligt wel erg ver in het zuiden. Nou, dat geloof ik graag, zei de juf. Maar zo leuk zullen we het denk ik wel niet op deze school krijgen. Ach, jammer, zei Pippi. Als het er alleen maar om ging om over de stoelen en tafels te klimmen, dan durfde ik nog wel even binnenkomen. Nou, met dat klimmen moet je nog maar even wachten tot het schoolreisje, zei juffrouw. Mag ik dan mee? Zei Pippi. Oh, en ze was zo blij dat ze zich zo hop achterover uit de boom liet vallen. Nou, zei Pippi terwijl ze wegrende en zwaaide. Dan zal ik de kinderen in Australië eens schrijven. Dan kunnen zij pret maken zoveel ze willen, wat mij betreft. Een schoolreis is toch altijd nog leuker. Kijk, nou snappen we dit plaatje. Nou weten we het hele verhaal erachter. Dan is het altijd wel leuk om het nog een keer te bekijken zo. Zit die lijst er ook in de boom? Nee. Wel meneer Nielsen op Tommy's hoofd. Zo, nou, dan zou ik ook niet iets kunnen uitrekenen hoor. Gaan we nog heel even verder, hè? Ja. Oh, leuk. Hoofdstuk 4. Pippi gaat mee met schoolreisje. Er was een geluid van veel voetstappen op straat en veel gelach en gepraat. Daar kwam Tommy met zijn rugzak op zijn rug en Annika in een hele mooie nieuwe jurk. En de juffrouw en alle kinderen uit de klas, behalve één die net ziek was geworden, net op de dag van het schoolreisje. En voor hen allemaal uit, vooraan reed Pippi op haar paard. En achter haar, op het paard, zat meneer Nielsen met zijn spiegeltje in zijn hand. Hij liet de zon erin schitteren en had groot plezier als het hem lukte om die schitter van de zon zo met het spiegeltje te sturen naar de ogen van Tommy, zodat Tommy het niet meer zo goed kon zien. Nou, dat vond meneer Nielsen leuk. Annika wist eigenlijk wel zeker dat het vandaag zou gaan regenen. Ze was er zo zeker van dat ze bijna van tevoren al boos was geworden op het weer.
Maar wat kun je een geluk hebben? De zon die bleef steeds maar schijnen, terwijl het de dag van het schoolreisje was. En Annika's hart klopte van blijdschap toen ze daar liep met haar mooie spiksplinternieuwe jurk aan en al haar klasgenootjes. Trouwens, alle kinderen zagen er vrolijk en blij uit. Er groeiden bendes wilgenkatjes langs de weg. Kennen jullie wilgenkatjes? Dat zijn van die zachte boomzaadjes. Nee, boombloempjes. En die voelen ontzettend zacht. En dat zijn die wit en pluizig en dan langs zo'n tak. En die kun je plukken en die voelen echt heel zacht tegen je gezicht. Er groeiden bendes wilgenkatjes langs de weg. En ze kwamen ook voorbij een veld vol primula's. Een heleboel nette bloemen. Volgens mij heb ik hier een woordenboek in mijn kast. Heel even spieken. Wacht. Ik heb wel een plantenboek. Even daarin bladeren. Met 1001 planten. Ja, dan zit ik zo te lezen en ik wil het wel voor me kunnen zien hoe het verhaal gebeurt in het boek. Dat je alles voor je kan zien en dan denk je primula's en dan weet je niet wat voor bloem dat is. Dat vind ik wel irritant. Dat je dan iets niet weet. Maar ja, als het geen kamerplant is, staat die hier weer niet in, hè? Oh, primula! Yes! Yes! Dat zijn de 3. Kijk, het is alfabet, hè? Bij de P. Dat hebben we op school gehad, hè? Hier is de P. En dan moet je kijken naar de tweede letter. En dat is de R. En dat is ook best achteraan in het alfabet. Dus dan moet je bij de P ook helemaal achteraan kijken. Ergens onderaan de lijst van de P staat dan Polystichum, dat is de P en de O. En dan Portulacaria, dat is P en de O. Zo, en dan staat de Prachtlelie. En dan denk je, oh, de P en de R. Pri. En dan zie je Primula. Dat zijn de 312. Ja. Oh, dat is wel mooi. Even kijken, joh. Deze bloemen stonden dus in het veld. Van de Pippi dan. Een beetje zien. Mooi hoor. Tja. Wauw. Nou, kijk, nou hebben we een beeld in ons hoofd. Er groeiden bendes wilgenkatjes langs de weg en ze kwamen ook voorbij een veld vol primula's. Alle kinderen wilden een groot boeket wilgenkatjes en primula's plukken. Nou, nu snappen we wel waarom. Die bloemen zijn zo mooi. Wat een heerlijke dag, zuchtte Annika en keek naar Pippi, die zo recht als een generaal op haar paard zat. Ja, zo leuk heb ik het niet meer gehad sinds de dag dat ik heb gevochten met iemand uit San Francisco, zei Pippi. Zeg, wil jij even rijden? Nou, dat wou Annika wel. En Pippi tilde haar zo voor zich op het paard. Maar toen de andere kinderen dat zagen, wilde Dien dat natuurlijk ook. En dat mocht ze, maar dan wel om de beurt. Tommy en Annika mochten een beetje langer rijden dan de anderen. En dan nog een meisje dat een blaar had. Zij mocht de hele weg achter Pippi zitten. Meneer Nielsen trok haar steeds aan haar haren. Het doel van het schoolreisje was een bos. En dat werd het Wonderbos genoemd. Omdat het zo bijzonder mooi was.
Toen ze er bijna waren, sprong Pippi van het zadel, klopte het paard op de hals en zei: "Nu heb je ons lang genoeg gedragen. Het was niet de bedoeling dat één van ons altijd alles moet doen." En toen tilde ze het paard op en droeg hem zo, lalalala, tot ze bij een open plek in het bos kwamen en de juffrouw halt zei: "Oh, nou paard, nu heb ik ook een stukje van jouw werk gedaan." En ze zetten het paard neer. Pippi keek om zich heen en zei: "Kom nu maar hoor, alle wonderen, dan zullen we eens zien wie het sterkst is." Maar de juffrouw zei: "Nee, er zijn geen wonderen in het bos." Oh, Pippi was erg teleurgesteld. Hè? Hij heet toch Wonderbos? Een wonderbos zonder wonderen. Oh, de dingen die mensen verzinnen. Straks bedenken ze een brand zonder vuur. En een kerstboom zonder lichtjes. Maar de dag waarop ze beginnen met een snoepwinkel zonder snoep, op die dag zal ik eens met ze komen praten. Nou ja, dan moeten we zelf maar voor wonder gaan spelen. Ik weet er ook niks anders op. Ik ben dan een wondermonster. En toen gaf ze zo'n verschrikkelijke gil dat de juffrouw zo haar oren moest bedekken. En een heleboel kinderen heel erg schrokken. "Ja, we spelen dat Pippi een monster is," riep Tommy en klapte in zijn handen. Alle kinderen vonden dat een prachtig idee. Ja, en het monster moest dan in een kuil gaan zitten. En dat was zijn hol. De kinderen holden langs de kuil en plaagden en riepen: gek monster, pak me dan." En toen kwam het monster, dat eigenlijk Pippi was, zo tevoorschijn en wou de kinderen pakken, die alle kanten oprenden en zich verstopten. De kinderen die gevangen waren, werden naar het hol gesleept en de monster zei dat ze dan gekookt zouden worden. Maar soms konden ze weer ontsnappen, als het monster achter de andere kinderen aanging. Maar toen moesten ze zo tegen een bergwand opklimmen en dat was erg moeilijk. Er was alleen maar een klein boompje om je aan vast te houden. En dat was heel moeilijk klimmen. Maar het was wel spannend. En de kinderen vonden het mooiste spel dat ze ooit gespeeld hadden. De juffrouw zat lekker in het gras en las een boek. Zo nu en dan keek ze even naar de kinderen of alles wel goed ging. "Jeetje, dat is toch het wildste monster dat ik ooit gezien heb," dacht ze bij zichzelf. En dat was het. En dan lees ik woensdag weer verder. Zullen we alvast weer een plaatje verder spieken? Ja. Oh. Nou, dat ziet er niet uit als een juf. Hoop ik niet. Wie zou dat dan zijn? Gek hoor. Pippi met een onweer boven haar hoofd. Dat denk ik dan boos, maar ze kijkt wel blij. En die meneer die heeft allemaal sterren op zijn hoofd. En zweetdruppels of tranen. Nou, we horen het woensdag wel wat er eigenlijk gebeurt. Ik zal niet spieken. Eerlijk is eerlijk. Zo, precies hier. En doen we het dicht en dan wens ik jullie heel veel succes vandaag.